weer is prachtig. Dus ik zie het somber in. Hey, mooi, ik heb mazzel. Het kanaal ligt nog open, dus ik kan in ieder geval vissen. Ja, de omstandigheden zijn niet optimaal voor snoek. Maar ja, des te groter is de verrassing als je toch iets vangt. Ik ga lekker vissen. Ik heb het anderhalf uur geprobeerd op het kanaal en ik had het gelijk. Dit is geen vang meer. Ik ben een stukje verderop gereden. En hier blijkt helemaal dat er niet te vissen is. Er ligt volop ijs. Nou, volgende keer beter dan maar. Maar kan het wel een tijdje gaan duren. Want het weerbericht ziet er niet goed uit. Het blijft koud. Met matige vorst in de nacht. Jammer. Het ijs is nog maar net uit de sloten. Dus heb ik een stingertje gemonteerd. Ik verwacht namelijk niet heel veel aanbeten. En zeker geen hele felle. Bloed kruipt waar je niet gaan kan. Dus ik heb toch maar weer mijn favoriete shatter aan gedaan. Nou, het werkt. Ik ben wel 500 meter verderop inmiddels, maar toch een vis kunnen vangen. Met die kou. Snel verder vissen. Oeps, he did it again. En er was een losgeschoten in het net. Daar ben ik altijd blij mee. Het lijkt erop dat ze los beginnen te komen. Ik heb net twee losschieters van snoeken. En daarna twee losschieters van baars. En dan krijg ik dit kleintje op een 11 centimeter shed. Nou, als die vis maar los is, daar gaat het om. Langzaam iets groter. Maar ja, ik ben toch echt hier voor de snoek. Nou, de roofvis is los. Dus ik hoef ze alleen maar op te zoeken. Snel verder vissen. Op deze plek moet ik nog maar even doorvissen, want het beginnen nu toch serieuze baarzen te worden. Ik vang me helemaal suf aan baarzen op deze plek. Op zich is het wel leuk. Kijk, elke worp springt er wel een baars op. Alleen de meeste haak je niet, die zijn gewoon te klein. Maar ik heb toch al een stuk of, nou het zal het zijn, een stuk of 10, 30 plussers gevangen. En ineens komt er een snoekje tussen. Niet groot. Maar ja, leuk voor de afwisseling. Maar ik ben wel een beetje klaar met deze plek. Ik ga een stukje lopen en kijken of er nog iets anders te vangen is op deze plek. Nou, is ietsje groter, maar niet veel. Deze ving ik nou, pak weg, 50 meter verder of zo. Snel terug met die kleine. Daar is hij weer. Wat vond
dezelfde als op de heenweg. Het is ongeveer op hetzelfde plekje. Ik ben weer terug aan het lopen, richting mijn baarstek. Het was verder niks. Twee snoekjes gevangen. Als je deze dubbeltel 3. Dus ik ga nog maar even baarzen, denk ik. Met een klein shetje. Leuke manier om op de middag te eindigen. Ik ben weer terug op de baarzenstek. En ik heb een minuutje of 20 staan gooien. En een klein shetje met deze. En helemaal niks gezien. Dus ja, wat er nou aan de hand is, of ze zijn weg. Of ze willen dit niet. Of ze aan ze gewoon niet meer. Nou, ik ga nog 10 minuten vissen. Met mijn geheime wapen. Gewoon weer een shed van 11 centimeter eraan. Nou, de baars laat het afweten. Ik heb nog geen enkel aanbeet gehad. En dan duikt er toch nog een klein snoekje op. Op mijn 11 centimeter natuurlijk. Ik vind het mooi geweest voor vandaag. Ik ga naar huis. Hier ligt een leuke uitdaging voor mijn shed. En ik krijg er nog een zonnetje bij ook. Nou, het zonnetje is nog niet weg, of er duikt meteen een dikke vis op mijn shed. Eindelijk een vis die ze lekker volgevreten heeft. Want de meeste die ik tot nu toe gevangen heb, die zijn eigenlijk best een beetje mager te noemen. Nou, deze heeft zijn best gedaan, die heeft lekker gegeten. Nog even meten. Na een kilometer of 3 zonder een aanbeet was ik het vertrouwen even kwijt. Ik ga het even een kwartiertje proberen op een zijsloot. Het is hier erg ondiep en er ligt een hoop rommel. Maar ja, het is even voor de afleiding. Daarna ga ik weer terug naar de hoofdvaart. Eén misser gehad van een poldermodel. Dus ik ga terug naar de hoofdvaart. Onderweg probeer ik nog even of die misser nu wel wil bijten. En ik moet hier maar eens een keertje terugkomen. Als het drijfveil weg is. Want nu kon ik bijna nergens ingooien. Nou, daar is hij dan. De misser van een kwartiertje geleden. Toch niet voor niks, eventjes naar het zijkanaaltje gegaan. Nou, de vis is los. We gaan naar het hoofdkanaal terug. Kijken of daar nog wat groters te vangen is. Daar ben ik hier al heel blij mee, hoor.
Ik ben weer terug op de hoofdvaart. En er is nog meer bewolking inmiddels. Nou, daar ben ik wel blij mee. Alleen is de wind weggevallen. En daar ben ik niet zo blij mee. Nou, ik ga het nog een uurtje proberen voordat ik naar huis ga. Ik was er al bang voor dat het niks meer zou worden. Die vis aan het begin van de middag. Ja, dat was toch echt een toevalstreffer, vrees ik. Dit water staat ook niet echt bekend als makkelijk trouwens. Ik denk niet dat ik hier nog terugkom.